2. Maar Christel Verbeke, iedereen verdient vakantie. Dat is het eigenlijk, hè? Sowieso. Er zijn heel veel mensen die hun uiterste best doen, maar die gewoon heel weinig inkomen hebben. En dan mag je nog gaan budgetteren zoveel je wil, dan lukt het gewoon niet om geld aan de kant te hebben, om een daguitstap te doen, om je kinderen op kamp te laten gaan, of om zelf op vakantie te gaan. En voor die mensen is het ook belangrijk om eens uit de sleur te zijn en eens weg te dromen. En Jeroen Marijs is binnen Toerisme Vlaanderen verantwoordelijk voor iedereen verdient vakantie. Dag Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Laat ons daarmee beginnen. Ja, wij zijn Toerisme Vlaanderen. En we hebben de opdracht om het netwerk Iedereen Verdient Vakantie te ondersteunen. En dat netwerk Iedereen Verdient Vakantie, dat maakt eigenlijk vakantie mogelijk voor mensen die een vakantiedrempel ervaren en die zelf kunnen overwinnen. En bestaat uit een deel van sociale organisaties die heel dicht bij mensen in armoede zitten, die eigenlijk letterlijk het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie op de keukentafel brengen. Bestaat uit rap op stapkantoren waar mensen binnen kunnen gaan om iets meer te vernemen rond de vakantie en een vrije tijdvraag. En daarnaast ook meer dan 600 toeristische aanbieders die een korting geven op een aanbod. Dat gaat over daguitstappen, vakantieverblijven, B&B's, hotels, die een stukje korting geven vanuit sociaal engagement. Op een prijs om ook mensen die in armoede leven op vakantie te kunnen laten gaan. Die rap op stapkantoren, waar vind ik die, Jeroen? Ja, er zijn op dit moment een kleine 140 rap op stapkantoren in gans Vlaanderen verspreid. Ja, die zitten heel vaak op plekken waar mensen in armoede heel vaak komen. En die bundelen zowel het lokale vrijheidsaanbod, die met de uitpas wordt ontsloten, het bovenlokale aanbod, maar ook het Iedereen Verdient Vakantie aanbod. Wil je weten waar zo'n rap op stapkantoor zit? Op de website Iedereen Verdient Vakantie vind je een rap op stap finder, waar je op basis van je postcode kan zien waar een rap op stapkantoor aanwezig is. Ja, ik hoorde jou de uitpas vermelden. Wat is dat precies, Jeroen, die uitpas? Ja, de uitpas, dat is een Vlaams instrument om mensen te laten deelnemen en te laten proeven van cultuur. Er is ook een uitpas aan sociaal tarief. Dus dat betekent dat je aan een aantal indicatoren voldoet, ook met een stukje korting naar cultuur kan, met een stukje korting gebruik kan maken van het lokale variëteitsaanbod in de gemeente, sport, cultuur, jeugdwerk. En dan zeg je misschien, hé, dit is precies geen vakantie, maar dat is voor ons wel een belangrijke opstap. We merken dat vakantie iets is wat mensen moeten leren. En mensen zetten heel vaak die eerste stapjes naar vakantie door eigenlijk een stukje lokaal te gaan proeven van het vrijheidsaanbod. En wat ze daar leren, dan nemen ze dat mee om daarna eens samen met het gezin op daguitstap te gaan of te gaan verenigen in een vakantie. Ja, het is natuurlijk zo dat dit iets is voor mensen die een beperkt budget hebben. Mensen die onder de armoedegrens leven of daar toch een beetje op wankelen. Dat is niet zo evident, denk ik, hè, voor mensen om dat toe te moeten geven. Want je moet wel zeggen dat je in die situatie zit voor je hier recht op hebt, neem ik aan. Ja, klopt inderdaad. Nu, we zijn een stuk aan het oplossen na 2025, willen we een stuk werken aan automatische rechtentoekenning. Maar het is wel zo dat je inderdaad moet kunnen aantonen dat je het moet leeft. En dat kan op verschillende manieren. Statuut van de tegemoetkoming, attest van schuldbemiddeling. Maar in de toekomst willen we dat stukje gaan ontsluiten en ons e-bookingsverhaal vanaf 25, zodanig dat mensen niet zelf hier op zoek moeten gaan naar recht. Hey Christel, jij had het ook nog over het belang van vakantie voor kinderen, ook kinderen die in armoede leven. Hè? Zeker, ik denk dat ze heel vaak het gevoel hebben van niet op een volwaardige manier deel te kunnen nemen, net zoals alle andere vriendjes van de klas, op vakantie te gaan met verhalen, naar school terug te gaan van wij hebben dat en dat gedaan. Dus ik vind dat heel belangrijk dat kinderen en jongeren van in het begin ook beseffen van, jawel, ik hoor er wel bij en er is wel een manier om ook je sociaal netwerk een beetje uit te bouwen. Op die manier. Doen jullie daar iets voor, Jeroen? Voor kinderen? Ja, we hebben een gans aanbod. Een aanbod van daguitstappen waar kinderen samen met gezin naartoe kunnen. Maar we hebben ook een aanbod van heel veel jeugdwerkorganisaties die tijdens zomervakanties kampen, vakanties organiseren en die heel wat plaatsen voor ons ter beschikking stellen. En dat is bijzonder waardevol. Ik wil het eerst heel graag zeggen. Ja, kinderen hebben op 1 september een vakantie gehad. Mm-hmm. Die kunnen vertellen van, ik ben ook op vakantie geweest. Ik heb daar ook een van proeven. Mm-hmm. Want dat betekent wel wat. Ja, Jeroen, dit kost geld ook. Hè. We moeten daar niet flauw over doen. Jullie zijn via Toerisme Vlaanderen natuurlijk afhankelijk van die Vlaamse overheid. Hebben jullie geld genoeg om alle plannen uit te voeren die jullie willen? Ja, er is de voorbije periode behoorlijk geïnvesteerd in het sociaal toerisme. Als ik kijk ten opzichte van 2019, waar we nu staan, dan is er 1 miljoen bijgekomen. En bijzonder leuk, ook dit jaar heeft de minister geïnvesteerd
om een stukje die verblijfsvakantie nog bereikbaarder te maken. Je werkte in het verleden heel vaak, of vanuit engagement van die toeristische aanbieders, wij gaan nu de korting die een toeristische aanbieder die een verblijfsvakantie aanbiedt, versterken met er zelf nog 30% bij te geven, om op die manier ook nog een diepere prijs te kunnen gaan voor mensen in armoede. Ja, want wat ik zelf heb meegemaakt is inderdaad, als dan de prijs gegeven wordt aan iemand in armoede, dan schrikken die toch nog wel heel hard. Het blijft toch wel een grote hap uit het budget dat er eigenlijk niet is. Dus ik denk dat meer middelen altijd welkom zijn, niet? Nu, ik denk dat het aan ons is om na de evaluatie van dit jaar te gaan bekijken van hoe kunnen we tot een haalbaar en een duurzaam systeem komen, zodanig dat het tekorting voor de aanbieder haalbaar blijft, maar dat dat ook een betaalbaar aanbod wordt voor mensen in armoede. Ja, en daar is het systeem van solidaire kostendeling een mooi voorbeeld van. Ja, voor het vervoer werken jullie samen met de lijn, maar met de trein nog niet. Hè. De NMBS wil voorlopig niet meewerken, heb ik begrepen. Dat is vaak nog een struikelblok, ook neem ik aan, dat vervoer ja, naar die bestemming. Klopt. Hè. We merken dat mobiliteit vaak, hè, naast de armoededrempel en de financiële drempel die daarmee gepaard gaat, dat die mobiliteitsdrempel heel vaak de grootste drempel is om ergens te geraken. Mm-hmm. Dat maakt ook dat we zien dat heel veel van onze vakantiegangers gebruik maken van het aanbod aan de kust die optimaal ontsloten is met tram, hè, waar je met de trein makkelijk naartoe kan. Maar we merken bijvoorbeeld hè, dat bestemmingen zoals Limburg die heel veel vakantiepotentieel hebben, dat is een bijzondere uitdaging om daar maar openbaar vervoer te geraken. Mm-hmm. Hopelijk hebben ze het gehoord bij de NMBS. En dan ja, warme oproep aan de NMBS. Jeroen Maresse, ja. Dankjewel. Binnen Toerisme Vlaanderen verantwoordelijk voor iedereen verdient vakantie. Is mooi toch, hè, Christel? Het is vooral noodzakelijk ook. Het is onze plicht om die mensen ook te gunnen dat ze eens weg kunnen. Want dat is zo leuk. Ik sta weer met mijn voetjes op de grond. Dankjewel, fijn dat je er was, Christel. Met plezier.